je als alles hangt. Botox en chirurgie, zelfs in de tijd van leed, zelfs in de tijd van pijn, willen we dat je weet dat we voor eeuwig zusters zijn. Oh my god, oh my god, die Meina, ze is er niet. Bruiser, waar is Elle? Ze heeft nog steeds geen outfit voor haar verloving. Ze draait helemaal door. Ze heeft niets en nada. Oh, sorry. Ze hebben niet mijn verhalen. Oh my god, dit is mode hel. Kom naar mijn auto. Nee, dit is wel. Shoppen. Shoppen voor een outfit van mijn vrouw te doen in eenzaamheid. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Wat de aandacht eist, niet verloving krijgt. Anders lijkt alles veel te gepland. Met stijl, omdat net een maat je wanhopig maakt. Nee, die jurk helpt een wachtende vent. Attent aan het moment. Elisa! Oh my god, het is bijna tijd. Voel van binnen waar dit toe leidt. Steeds als hij me aankijkt is hij een en overlovigheid. Het is bijna tijd. Dus niet te weinig en niet te veel. Zeker niet uit de zomerzeel. Ga dan maar een liefde, daar ben je wel wat centen kwijt. Een broodje dingvek valt hij zo lekker op. Pardon mevrouw, maar heeft u deze al gezien? Hij is net binnen en hij past perfect uit ons haar. Ja, die met dat wollen stikwerk op Chinese zijde? Ja, inderdaad. Die. Eén probleempje. Wollen stikwerk combineert vreselijk met Chinese zijde. Dat gaat rafelen. En het kan onmogelijk zo zijn dat u deze naar binnen heeft. Want hij stond namelijk in de Volk van april vorig jaar. Oh my god, oh my god, die meid. En ik koop natuurlijk niet een oude jurk voor een nieuwe prijs. Die is strakjes de baan nog kwijt. Hij staat perfect bij blond haar. Maar zo rond, denk nou ook weer niet. Ben misschien verliefd, maar ben niet schil. Ik zie het onderscheid. Oh my god, en Wood scoort niet schat, verdwijn. Richting magazijn. Zij is nieuw hier, dan weet je het wel. Kijk hier, dit komt uit Milaan. Kom op, trek het aan. Iets voor jou, schat in kleur en model. Een cadeau van mij voor Elle. Oh my god, die staat echt geweldig, zonder overdaad. Hou je dromen vast in geen genoegen met de middelmaat. Oh my god. Oh my god, oh my god, die meid. Ik zie jou, ik weet niet wat ik zeggen moet.
dat ik liefst heel ben ik goed. Echt eens volwassen wordt voor al. Had nooit gedacht dat ik... Hé, liefje, ik was nog niet klaar. Oh, sorry. Weet al van kleins af aan hoe ik helemaal leven ga. Een studie, recht een baan. En zo door richting Senaat. Een heel groot huis aan zee. En het liefst een kind of drie. Ik ga het beter doen, al ken het. Alles veranderd gaat. Waar is er plaats voor jou? Plaats voor mij. Dus dit moet echt gebeuren. Doe liefje, geef mij je hand. Neem een hand, pak mijn hand. Ik droom van toen, blijf ik trouw. Ik droom, droom van jou. Dus trek met ons band. Tijd en ons band. Dat ik volwassen word. Dat ik volwassen word. Volwassen word. Voor mijn toekomst. Voor mijn neus is ingestort. Dus voor die droom moeten wij uit elkaar. Ja, schat, ik geef je mijn hand, mijn pad. Je maakt het uit? Ja. Ik dacht dat je mijn aanzoek ging doen. Ja, mijn liefje, als ik voor mijn 30ste senator wil zijn, dan zoek ik toch echt een vrouw. Volwassen is, liever geen Merlin, maar een Jackie. Volwassen is, klasse meer dan een lekker bekkie. Oké, dat klonk verkeerd. Klonk niet genuanceerd. Maar voor het leven als leven. Oh, hou toch op, man. Wat wil je daarmee zeggen dat ik geen Jackie ben? Dat ik niet volwassen ben? Maar wanneer ik hou van je, daar is niks onvolwassens aan. Snap ik voor het bereik. Waar ik ooit uitkomen zal. Het wordt gewoon een keer tijd. Dat ik lief stil binnenkort. Echt eens volwassen word. De rekening klaar. Ook een keer de binnenkant en daar slaat het in als dynamiek.
daar ook naartoe. Stap 2. Hij is verrast, schat. Gaat plat voor wat ik zeg en doe. Stap 3. Hij vraagt mij om te trouwen, want dat is de hele clue. Dat is leuk, dat is fijn. Maar zeg een keertje hoe? Harvard? Ja, ik sta gemiddeld een 9,5. Ja, voor een opleiding modemanagement. Maar belangrijker, waarom doe je dit? Hart, ik doe dit uit mijn hart. Dan voor de liefde slaat. Enkel zo kan de liefde bestaan. Zo nemen ze me aan, want zoekt een advocaat. Geen liefde vroeg of laat. Nee, liefde voor verraad. Wat je wilt is bepaald niet simpel, meid. Dat kost heel veel tijd. En je vakantie ben je kwijt hoe dit gaat. Eerst moet er een test gedaan. En denk of schatje kunt gaan. Leek me inderdaad als ster. Schat je wat je wilt, dat kost je nog wat meer. Wat je wilt is plan. Wat je wilt, maar het kan. Wat je wilt is wat je voor je ziet. Voor je ziet. Wat je wilt. Wat je wilt. Wat je wilt is wat je voor je ziet. Voor je ziet. Rechten? Ja, pap, rechten. Maar studierecht is iets voor saaie, lelijke en serieuze mensen. En jij, muisje, bent geen van allen. Wat je wilt, muisje, hoor ik woord voor woord. Maar het is licht gestoord en ook ver weg zo van huis als ik hier. Muisje, eens een baantje zoek, iets op het witte doek. Iets met het weer op de buik? Ja, want daar zijn vrouwen anders niet bepaald modieus. Die vrouwen haten operaties, kijk maar naar hun grote neusen. Kom, vertel, wat zoek je dan? Kind, wat zoek je, wat je hier niet vinden kan? Zijn hart! Hart? Daar zoek ik naar zijn hart. Hart! De rest doet me geen zier. Gaat dit missen, maar weet waar en na. Ik moet hem achterna. Ik moet, zo voelt het hier. Ik lijk wel gek, maar kijk en check en veel plezier. Wat je wilt, kom dan snel. Wat je wilt, neem het snel. Wat je wilt, is wat je voor je ziet. Voor je ziet. Kom op, jongens. Het is tijd voor een beetje bier en plezier. Woe! Wat je wilt, even bakken in de hete zon. Wat je wilt, even topless met een hoop lotion. Wat je wilt, is even feesten in de limousine. Wat je wilt, kan laten zien. Laat zien. Wow. Een 7,5, dat is bij lange na geen 9. Kom op, nog een keer. Wat je wil, even losgaan op die strakke biet. Wat je wil, even lekker wat die van de biet. Wat je wil, is een zomer die je nooit vergeet. Wat je wil, is juist wat je mee. Kijk eens! Wow! Een 8, dat is wel beter, maar nog steeds geen Harvard-materiaal, vrees ik. Nog een keer! Wat je wil, ik doe dit voor zijn hart. Wilt, zijn hart, dat heeft het waard. Wat je wilt, is dus vergeten. Ga toch weg, want wilt, zeg enkel nee. Wat je want wilt, ik moet met hem mee. Wat je wilt, al is het een cliché. Uitstekend. En dat nu mevrouw El Roes niet zo vriendelijk was om een foto van zichzelf bij te sluiten. Wil zij naar Harvard? Ik zie eerlijk gezegd geen enkele reden om haar toe te laten. Nou, even kijken hoor. Ja, ik zie het. Ja, die kunnen we toelaten op multiculturaliteit. Hè, maar ze heeft geen essay meegestuurd. Wilt u een essay? Dan krijgt u een essay! Dit is dus geen essay! Nee, een essay is saai, meneer, en veel te
mevrouw Woods. Ik vind het een hele flitsende presentatie. Met zang en dans en dit soort etnische bewegingen. Maar eerlijk gezegd heb ik nog geen één enkele goede reden gezien om u toe te laten op deze school. Hart, verloren wordt uw hart, dan heeft u een idee. Hoe de liefde een mens soms verblindt, maar alles overwint, dan zegt u toch geen nee. Geeft u zegen en redt zo mijn hart, dus gunt u mij die start. U weet waarvoor ik vecht, en u weet hoe de liefde verwart. Dus luister naar mijn hart, hoort u wat het zegt. Doet al recht, wat leeft in uw hart. Wat hebt u hart? Ja. Wat hebt u hart? Doe mee. Wat hebt u hart? Oh jee, toch geen nee. Welkom op Harvard. Ernst Schultz. Ik schreef als kind een beursmodel, maar al dat geld verveelde snel. Mijn combinatie jong en wijs helpt me ooit aan de Nobelprijs. Ik vind mezelf volmaakt briljant, mensen zien dat als arrogant. Maar ik ben hier en waar zijn zij? Harvard is echt de plek voor mij. Werken in niveau. Welkom op Harvard. Hé hey man. Yo. Sunday, maar dat geval, bedammeren. Maar majesteit is ook goed. Haberut zijn wil was wit, moest op de vlucht. Want daar werd van zijn troon gezet, zeer al snel en overmens. Ik ga in een kogelvrije bens. Heerlijk wekken dit niveau. Welkom op hier niet. Wat in het buitenland vergroenend vreemdelingenlegioen om ook in de oorlogstijd nog iets voor de natuur te doen. Was in het buitenland geneigd te redden wat er werd bedreigd. Omdat ik merkte dat de oorlog toch de vorm krijgt. Ik schreef me in, ik gaf me op, want heel dit land staat op zijn kop. Alleen de vrouwen krijgen dat misschien weer uit de stop. Studeer en klim zo hoger op, sta binnen 5 jaar aan de top. En geef die zakken die daar zitten een enorme schok. Dat is het enige topje, helemaal retro. Weet iemand waar ik het college crimineel recht van professor Kellen kan vinden? Ja, het is in het hoogste gebouw. Het is hier tegenover dan het tweede gebouw van links. Dank je. Ik schreef als kind een beursmodel, maar door dat geld verveelde snel. Maar ik ben hier en waar zijn zij? Waar is echt de plek voor mij? Oh, pardon. Sorry. Ze hebben jou toegelaten tot Harvard. Wat is of dat zo moeilijk is? Deze is voor jou, geloof ik. Woods, L? Is dat een feestkalender? Dat is je studierooster. Of dat. Misschien kunnen we naar college wel even bijpraten. Wie is dat? Mijn ex-vriendin. Thank you.
Nou, als iedereen wil gaan zitten. Goed. 3 jaar geleden zat ik op dezelfde plek als jullie nu zitten. En dan hoorde ik dezelfde rol als jullie allemaal ongetwijfeld al gehoord hebben. Kellen is medogeloos. Hij drinkt schapenbloed. Ja, dat is maar een deel van waar. Zal ik jullie moeten weten, is dat alles wat jullie zeggen, zal zeker tegen jullie gebruikt worden. Bij recht denkt als iedereen aan leugens en gedrag. Daarom typeert men vaak meteen een advocaat als haai. Negeer dat. Het is geraaskal en heel dwaas. Een enkeling wordt maar een haai, helaas. De rest is anders. Je leeft nu voor bloed in het water. Hard misschien, maar raar. Nooit win je zaak. Tenzij ook jij stiekem leeft op de smaak van bloed in het water. En als je het redt, dan snap je de pret. Zit net in die zet, zo prachtig is de wet. Meneer Schultz, een hypothese. Wilt u van fraudeverdachte beleggen of verdedigen in de volgende zaak? Een lieve oma geeft het spaargeld van haar leven aan uw cliënt, zodat het meer wordt dan krediet. Maar dan blijkt dat hij haar geld heeft uitgegeven aan pornofilms, aan cargos en aan wies. Nee, daar zou ik me altijd niet aan branden. Fout, een makkie voor wie er niet fragiel is. Zij heeft niets, dus de verdediging is ruk. Maak aannemelijk dat oma zwaar seniel is. Jouw man komt vrij en regelt hoeren aan een stuk. Let op het bloed in het water. Draai met je moraal. Grijp je jouw rivaal. Vergeet je je geweten meteen en radicaal. Ja, bloed in het water. Een zegen met een smet. Mevrouw Hoeps, nog een hypothese. Acht u zichzelf de juiste advocaat voor de volgende cliënt. U verdedigt de verdachte van een huurmoord, lid van de maffia, dus overal berucht. Mist zijn doel met deze dom, brood per ongeluk een nom en rijdt over 3 puppies op zijn vlucht. Wat? U denkt dat ik hem niet verdedig, want hij is wat hij is? Wat is een man? Jullie potten denken dat je zo stoer bent. Kijk haar, mijn commentaar heeft haar beledigd. Zoiets gebeurt, maar schuif je woede aan de kant. Het is lastig als je een cliënt verdedigt en je wordt door je emoties overmand. Ik heb een praktijk, maar ik houd hier mijn ogen open. Ik kijk welke student er van high stand. Zoek 4 dagen als stagiair en al draag je mijn couvert. Je carrière zit gegarandeerd gerand. Vragen nog misschien? Wat wil ik zien? Nou, juist ja, vecht van het begin, vecht voor je gewin, want ik zoek de 4 met een grote vin, ja, bloed in het water, en als je het redt, mevrouw Boets, zou u van ons de zaak van het Openbaar Ministerie tegenover Hurley misschien kunnen samenvatten? Ik wil eigenlijk antwoord geven op de puppyvraag. Maar ik wil dat u een antwoord geeft op uw huiswerk. Huiswerk? Ben niet zo mals. Wie geeft u nou huiswerk op voor de allereerste lesdag? U heeft moed, mevrouw Woods. Mevrouw Kent. Stel, je bent docent aan Harvard. Een goede baan, althans, daar gaan we vanuit. En je stelt iemand een vraag, maar die last niets voor vandaag. Laat je dan maar gaan of... Nee, ze moet eruit. Kijk aan zeg. Nou meid, je hoort het. Zo gaat het meestal. Een klasgenoot, die wordt jou dood. Jouw moed bleek hoogmoed voor de val. Jouw bloed kleurt het water. En van die je redt, bereid je eens voor. Lees alles eens door, mij doet het geen reet. Of jij nou wat weet, ik speel op gevoel.
je de zet. Zit net in die zet. Weggegaan voordat ik überhaupt de kans had mijn zaken te schudden.
zeg je nou? Bruin haar? Schat, genetisch gezien ben jij een lot uit de loterij. Hier is meer aan de hand. Vertel op. Goed dan. Ik ben Elwoods. Ik kwam helemaal naar Harvard om letter te studeren. Harvard? Dat is een goede school. Snap je? En ik deed het om bij mijn enige ware liefde te kunnen zijn, Warner. Maar nu is hij verliefd op een of andere heks. En wat heeft zij wat jij niet hebt? Drie tieten? Ze is serieus. Serieus? Heeft dat kind drie tieten? Nee, het is een geconstipeerd monster in een kostenpolo. Maar dat is blijkbaar wat Warner wil, dus daarom wil ik bruin haar. El, weet jij wat reden nummer 1 is achter alle slechte haarbeslissingen? Het hart. Een juist gebroken hart, als scherven doffe raad. Ja, ik ken het. Ik weet hoe het gaat, dus zit het me niet mee, dan speel ik een cd. En die is zo rustgevend, die plaat. Voel je het? Die kelting ons? Hoe dan? Mijn ma was drie kwart Italiaanse. En mijn pa heb ik nooit gekend. Maar mijn grootvader kwam uit Ierland, vlakbij Dublin of daaromtrent. Hij zei mannen daar, dat zijn nog helden. En die volgen hun hart blindelings. Dus sindsdien wil ik trouwen in Ierland. Lief precies als in Lord of the Rings. De man zoals ik hem ooit plande is echt Iers en dat maakt het verschil. En die zeeman met rood haar in Brenda, hij houdt dansend zijn bovenlijf stil. In de kroeg, daar biertje of zeven, zag ik Dewey met vuurrood haar. Kwam uit Ierland, zij dus verbleven bij elkaar voor zo'n 10 jaar. Maar over trouwen wou Dewey niet praten, want ik wist niet dat trouw hem bestond. Heeft me voor een jong begon verlaten, nam mijn spaargeld en ook mijn kroon. Ik heb alleen nog een NJ-CD. Zeg, je lijkt die poster voor Ierland. Lang blond haar en die lach zo oprecht. Oh nee, wacht, dat is de poster voor Zweden. Zie je het ooit in het echt? Maar zie als jij heeft de toekomst. Ik niets meer dan mijn grootste wens. Dus ik smeek je, kom jij ooit in Ierland? Dans voor mij dan de river. Ik heb echt het perfecte kostuum voor je.
geheime wapen. Zo noem ik het meestal. Ik moet het nog wel even in de kast zoeken, maar ik weet zeker dat je het fantastisch vindt. Als een vrouw zoals jij een man niet eens kan terugwinnen. Nou, dan is het voor vrouwen zoals wij meteen al overvlogen. Dus, lipjes gaat uit en bosjes vooruit en vecht voor die gozer. Maar het voelde als dit moest gezegd. Op dat feest is een man die jou lief is. Het is tijd dat het lot wordt gedacht. Dus zoek diep in jezelf naar wat Ierland. En vind zo in Ierland je van Callahan.
Zoals als je maar blijft proberen en proberen en proberen. Wees gewoon eerlijk. Jij bent niet uit het hout gesneden. Je bent het haasje. Ooit hebben wij een titel als rechter en jij? Een nieuwe kleurspoeling? Ga toch naar huis, El. Trek dat dellerige pakje van je uit. Hoe goed het ook bij je past. Jij ziet een dellerig pakje. Ik zie een ode aan de undercover actie van feministe Gloria Steinem in 1963, waarmee ze onderzoek deed naar het feministische manifest Ik was een Playboy Bunny. En jij noemt Gloria Steinem een del? Wie noemt Gloria Steinem een del? Zij daar. Kip Jelle. Mijn hart. Pardon? Ik volg het is mijn hart. Verslagen idioot. Dat volgt je hart waarheen? Naar mijn eigen persoonlijke hel. Zit aardig in de knel. Veel liever was ik dood. Ja, zie grotere nood om mijn hart. Geen man in en geen school. Een sukkel van de met. Wordt alleen maar te kan. Even terug. Je deed alles alleen voor een man. Deze school was zes deel van je plan. In een boek klinkt dat al heel vreemd. Op papier. Het kniksboek allemaal heel echt. Vanaf een zonnebed in Malibu stak jij die gast echt tot Harvard aan toe. Als je zo denkt over Harvard, veel plezier. Nou, waarom ben jij hier gekomen dan? Pa verdween daarna bleek maar content met een luie en werkloze vent. Wist als kind al, zo mislukken wil ik niet. Werkte hard, heb in je verbaasd. Deed die school en twee banen ernaast. Dus je hebt het niet zo zwaar, zoals je ziet. Wil jij door je verleden nou zo'n vechtersbaasje geworden bent? Dat klopt, en daar ben ik trots op. Ben een vechter, een zwoeger. Je moet beter dan vroeger. Door mijn vechters besta ik. En daarom versla ik de rest. Mijn verleden helpt stukken. Dus dit mag niet mislukken. Ik ben een vechter, een zwoeger. Dat vind ik eigenlijk best. Het waren twee banen en deze opleiden. Hoe is je dat gelukt? Feest past niet in mijn beleid. Tijd is geld, het kost veel te veel tijd. Gym of kapper heb ik jaren niet bezocht. Denk je geld het wonderen? Maar ik weet, dit gebeurt verleefd zin. Als ik in elke zaak overwin en voor mijn moeder ooit dat landhuis heb gekocht. Oh, dat is zo lief. Ben vroeger een vechter, dus ik schop het tot rechter. Door mijn vechtlust besta ik en dan versla ik de rest. Zwaar, maar ik moet door. Dit is heus ergens goed voor. Dus wordt een zwoeger een vechter. En je doorstaat elke test. Inderdaad, ik moet gewoon aan iedereen zien te bewijzen dat ik volwassen genoeg ben. Wat jij moet doen, is werken. Waar zijn eigenlijk je boeken? Ja, die moeten hier ergens liggen. Kijk hier, voor de show. Maar hij was ooit bedoeld als bureau. Je boeken, eerst wat ruimte als begin. Wat doe je? Mensen moet hier mee, dit gedoe en gepruts. Wat is dit? Geen idee. Voor mijn haar. Draag een muts. Kijk waar kop niet, wat erop zit, maar erin. Weg, weg, wat moet je hiermee? Hoe je door IW schrijft, hoe zij. Weg, weg, boos wordt kwaad nu. Mooi wordt maar kwaad nu, zo vind jij. Dus vroeger het vechten. Wordt steeds slechter. Ze gaan naar vechters, die vindt ze. En aan me verslaat ze de rest. Nu niets doen, dat is zonde. Vecht voor je iets hebt gevonden. Ik zie studeert als de best. Definieer malen prohibitum. Malen prohibitum is... een handeling die... niet toegestaan is door de wet. Zoiets als mishandeling of
te plezier Singapore. Heel goed. Dan is Malum in C. Een handeling die de basis kwaadaardig is. Zoiets als moord. Of ja, rooddragen naar Kerstmis. Heel goed. Waar ga je heen? Ik ga naar huis, het is vakantie. Interessant. Nou ja, je speelt voor zijn toetsen wel kwaad. Yes. Als de brakste student van het jaar. Wat? Wil je meer doen, maar dan zeg ik. Daarvoor bracht. Ja, zeg, dat is flauw. Kijk, ze lachen nu hard, maar het is wel de praktijk. Zet jij door, geef jij ze gelijk. Zet je plannen voor vakantie in de wacht. Waarom moet jij het altijd gelijk hebben? Hier voor jou. Wat is het? Niet zo leuk als naar huis met kerst, maar toch. Het is shampoo en conditioner in één. Dat bespaart tijd. Wat lief dat je daaraan denkt. Hey El, heb jij Vin gezien? Nee. Ik zoek me gek, maar... Ja, nee. Nou, mooi is dat. Nou, meestal is onze vlucht. El? Je bent slim en je bent ambitieus. Daar staat Warner een keer voor je neus. Smelt dat slimme als een sneeuwvlok in de zon. Ha? Vind je het naar als ik tegen je zeg dat de enige weer op de weg juist de man is waar dit alles mee begon? Klopt. Hij keek over me heen. Hij zag iedereen. Mij zag hij niet staan. Nee, ik jaag niet weg. Ik vraag, nee, ik zeg kom. Yeah.
ballet? Nou, eigenlijk niet. Ik ben nog steeds doodsbang voor Dewey. Dat maakt helemaal niks uit. Gebruik die angst en blijf tegen jezelf zeggen dat je een sterke en onafhankelijke vrouw bent. Een vrouw die simpelweg haar hond terug moet hebben. Ja, ik vind dat iedereen die zo gek is om een taartenbak voor zijn hond niks minder verdient. Kijk in de vorm van een pot. Nou, dat soort toewijding mag zeker niet genegeerd worden. En het is niet zo eenvoudig om een godvriendelijke vervanging voor chocola te vinden hoor. Ja? Oh, Jezus. Jij weer, Olek. Voor de laatste keer sleep je dikke reet van mijn landgoed af en blijf weg. Jemig. Dewey! Ik heb ook rechten. Ik wil mijn hond zien. Verder dat jij niet eens weet dat hij vandaag jarig is. Lang zal hij leven, lang zal hij leven. Zo, en nou opgerot, bolle tientonnen. De beste beslissing die ik ooit heb gemaakt. Die dikke vette doos uit mijn kerf gaan schoppen. En daar hebben we nou 10 jaar mee samengewoond, hè? Kun je je voorstellen? El, ze hebben 10 jaar samengewoond. Natuurlijk, en met je bent geniaal. Ja. Meneer Dewey, wij zijn de gerechtelijke vertegenwoordigers van mevrouw. Advocaten? Ik vrees dat u niet helemaal begrijpt dat de staat een 10-jarige relatie beschouwt als huwelijk. Wat erop neerkomt op een eerlijke verdeling van alle bezittingen. Wat? Nou, in woorden die voor u ook te begrijpen zijn. We nemen de hond mee. Nou ja, weet je wat? Ciao, feestje. Ik ben al lang al bang. Oh, Roefers, kijk dat lekkere bekje doen. Ik heb hem zo gemist. Het is het liefst wat ooit iemand van me gedaan heeft. Dank jullie wel, jongens. Jongens. Kellen heeft nul nodig bij die vermoordverdachte de fitnesscenter, Brooke Windham. Vandaag maakt hij bekend welke 4 studenten de stage hebben gekregen. Dames en heren, ik kan alleen de allerbeste gebruiken. Gefeliciteerd voor degenen die het gehaald hebben. Voor de rest, welkom in de middelmaat. Emmet, ik wil dat jij mijn assistent bent bij de rechtszaak voor mevrouw Windham. Voor de rest, blijf hard werken. Een aanstelling bij mijn firma is niet ver weg meer. Ik ben zo trots op je. Yes. Ik wil jullie morgenochtend om 9:00 stift in mijn kantoor zien. Gepast gekleed. Zorg dat je er bent. Warner, we zijn binnen. Wat? We hebben een stageplek. Precies zoals we wilden. Schat, dit is perfect. We missen alleen nog één ding. Het is... VPN. Trouw met mij? Ja. Was voor mij bedoeld, je zou houden van mij. Het leek in mijn hoofd perfect, met een mild respect. Zou je houden van mij? Ik heb mijn wereld op zijn kop gezet. Voor leven met ons twee, heb ik achterblijf. In leven geen idee. Wat? Nee. Staat daar mijn naam op dat papier? Ben ik er eentje van de vier? Ging hier iets verkeerd? Heb ik echt iets geleerd? Knijp, dan heb ik het door. Ja, mijn naam is zwart en wit. Net nu dat alles tegen zit. Wow, ik voel me nu al beter dan ik voor. Oh, Warner. Sorry, ik was gestrest. Dit te hard mijn best. En toch koos je voor haar. Toch voel ik me goed en sterk. Deze samenwerking komt dit voor elkaar. En ik jij nog goed vrije als dat smoorverliefde stel. En we dachten toen, zo goed voelt iets niet snel. Maar dit wel.
nieuwe liefde, een goede baan. Nooit verwacht, maar kijk eens aan. Dus ik heb geen tijd voor mij, want ik geniet van u nooit naam. Ja, op dat bord. God, wat ironisch, niet te kort. Mijn iPhone is snel, want als ik het vertel, draait mijn ma zeker door. Hey mam, ja mam, mijn naam is zwart en wit. Ja mam, je dochter is een hit. Ik voel me zoveel beter. Ik ben er om 9 uur precies. Weet u precies waar ik voor kies. Of 9, nee wacht, liefst nog eerder. Niks te weten. Heerlijk. Kijk nog een keer. Het is veel meer dan een workout. Je kunt elke vet verslaan. We slaan bij aanval onze strot en trekken het keihard aan. Bij aanval het handvat ook van pas, dat breekt een bot zo snel. Het kost je $20, dus kom op en bestel. Gooi hem er over de streep. Hou elke vet aan de lijn. Schuif bij je mening op zijn. Wel voelt hij de pijn. Hij denkt als jij hem hoger, harder, verder slaat, zal heel de wereld in je greep. Gooi hem er over de streep. Over de streep. Over de streep. Goed, wie denkt u dat Brooke schuldig is? Vraag hierbij om jullie hulp. Mis bij Brooke nog de regie. Krijg haar net niet uit de schuld, want ik spreek geen MTV. Hoop dus zo langzamerhand dat ze jullie wel gelooft. Stop in godsnaam wat verstand in dat verder lege hoofd. Niet nu! Gooi hem er over die zweep. Als zij de leven verlangt, dan zit het zo dit moment. Ze bekent of ze hangt. Door ons gebrek aan chemie ontbreekt een plan, motief of alibi. Wat ik wil, roept zij op die thee. Gooi hem er over die zweep. Op naar de gevangenis. Oké, dames, dat wij nou vastzitten in de vrouwengevangenis van Boston wil niet zeggen dat wij niet op zoek kunnen gaan naar het allerbeste in onszelf.
Draaien, draaien, open, dicht. Met een sprong. Draaien, draaien, open, dicht. Met een sprong. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Thank you.
hier zit. Ze hebben alles vooral gezocht. En waar is Broek? Oh, terug naar haar cel. Zijn we er mooi klaar mee? Oh, maar ik weet Broek's alibi. Dat meen je niet. Vertel. Dat gaat niet. Waarom niet? Ik heb dubbelzuster Nus. Sfeer gesfeerd niks te zeggen. El, het is niet een of ander klein stomzinnig studentendingetje. Nee, ik weet het. Het is een heel groot studentending. Maar kijk, je moet het zo zien. Broek heeft niks gedaan. Broek is een fitnessgoeroe. Die heeft veel lichamelijke inspanning. Lichamelijke inspanning creëert endorfine. Endorfines maakt de mens gelukkig en gelukkige mensen moord niet. Emmet, kan ik jou heel even spreken? Kom op, El, dit kun je niet menen. Als jij ons dat alibi niet geeft, verliest het hele team de zaak. Nou, dan vrees ik dat we niet zulke goede advocaten zijn. El, ik dacht dat jij zo volwassen geworden was. Luister, Rutelbeek. El, Callahan wil dat alibi. Geef hem gewoon wat hij wil en je studie gaat voor zijn leien dakje. En dan ligt er straks een baan op je te wachten met een vet salaris. Ik kan het niet, ik heb het beloofd. Ja, nou en? Wat maakt het nou uit? Wat maakt dat uit? Emmet, laat me even heel duidelijk zijn. Ik gaf je een duidelijke opdracht. Leid het team en zorg voor een alibi. En van beide dingen komt nog niet veel terecht. Goed, einde schoolreisje. Allemaal weer aan het werk. Behalve jij, mevrouwtje Wittelijk Blond, en jij, meneertje Ritstof. Ik wil jullie vandaag even niet meer zien. Hoor! Alibi, dat wil ik horen. Dat alibi is heus niet de enige manier om Broek vrij te krijgen. Nee, maar het zou een hoop helpen. We kunnen toch ook samenwerken, dan krijgen we Broek net zo goed vrij, maar op de goede manier. El, dit is de ware woensdagavondfilm niet. Goed of niet, het boeit me gewoon niet zoveel, het leven van Broek wel. Onzin, indruk maken op Callahan, dat boeit je. Ja, vind je het gek? Die man is mijn baas. Weet je, als ik hem indruk op hem maak, dan krijg ik sowieso een baan met zijn bedrijf. En daarmee schuif je met gemak het vertrouwen van je cliënten en je eigen integriteit zomaar aan de kant? Nou, zo stel. Ja, inderdaad, dikke sukkel. Ik ben volgens mij sinds de kleuterschool geen dikke sukkel meer genoemd. Nee, niet recht in je gezicht, nee. Denk aan de man die je graag wilt zijn.
zijn ogen dicht en waag het en draag het als een vest. Iedere keer raakt het naar, alles wordt plotseling anders bij haar. Alles is vreemd, zelfs de lucht ruikt raar, lijkt het wel. Subtekst, kan verkleid. Maar dit vind ik niks, dat ver van. Zeg eens dit ding voor een vrouw of een man. Maar dit is haar plan, toch waar ik dan haar bevel. Want ik vertrouw op wel. Ja, dit wel. Denk aan wie ja. Jij vanaf vandaag wilt zijn. Wees vanaf nu wie je bent. Denk aan de man die je graag wilt zijn. Ogen dicht en baag. Laat het als een vet. Ik shop het liefst voor een man. Oké, dit is stom. Kiet zich om één, wordt een ander dan. Zeg, draai eens om. Kijk met grootste gemak. Een stuk minder vlak, maar mannelijk strak. Een pak. Ik shop het liefst voor een vent. Nog geen gegroeid. Het lijkt niks, maar kijk in de nieuwste trend. Is dit zo duur? Geen zorg, het geld zit wel goed. Ik wil dat je iemand ontmoet. Wauw. Ik lijk op Warner. Klopt. Maar ik ben het maar. Mooi van jezelf, ik ben niet verrast. Een buitenkant die bij de binnenkant past. En zo te zien ben je enthousiast. Zo voelt geluk. Dankjewel. Nee, dit is bedankt. Jij voelt me niet raar. Zag wat ik kon, niet het blond van mijn haar. Joh, we moeten dit kopen. Je bent zo waar. Echt een ster. Is het geen ster? Denk aan wie jij vanaf vandaag wilt zijn. Het is vanaf nu wie je bent. Denk aan de man die je graag wilt zijn. Wat ik ooit had bedacht bij mij. Maar als hij eventjes lacht naar mij, dan weet ik dat ben. Ogen dicht en waag het. Kom op, ik waag het. En draag het als een vent. Een vent. Een vent. Eerst stop op een nieuwe route. Toen we bestaan, toch?
plezier willen doen. En heb een hele fijne dag. Oh mijn god. Die nieuwe gast van UPS is porno op pootjes, ik zweer het je. Laat dan met hem. Ja, maar ik kan toch niet zo iets tegen hem zeggen? Ik zie er toch niet uit zoals jou, ik heb ze toch niks te bieden? Oh my god. Zagen jullie dat? Zij heeft de meest perfecte buggerpets die ik ooit heb gezien. Een natuurtalent! Hoi, palet! Zijn zij dood of wat? Nee, dat is mijn eigen Griekse koortje. Te leuk dat jij ze nu ook al ziet. En ik heb niet eens geshopen. Cheerleaders in Los Angeles om de geest van de tegenstander te breken. De Buck & Pets heeft een gegarandeerd effect van 99,99% op alle hetero mannen. Ja, en ik stoot ze met 99,99% zekerheid af. Dat is ook deze. Jouw probleem is het lichamelijk, maar geestelijk. Moet wel meer de geest krijgen. En daar weet Serena alles van. Ze is een cheerleader, ze komt in Los Angeles. Dobruin, je leven ligt nog niet in puin. Ik ben een beetje bang voor cheerleaders. De bonbons heb je al. Nu moet je gewoon mee doen. Jij moet gewoon met je grootste angst geconfronteerd worden. Jij moet een cheerleader worden! Zweten, buk en pet. Ik zal het nooit vergeten. Geen gezet.
schipper Joyce Riley, ene Nikos Arkitakos, de schoonmaker van het zwembad, het vuur aan de schenen gelegd. Dit kan nog wel eens heel goed water opleveren. Hopelijk heeft de verdediging de zwembadjes meegenomen. En daarom vraag ik even heel precies te benoemen wat precies de taak waren als schoonmaker van het zwembad. Nou, het schoonmaken van het zwembad. Wauw, lekker ding. Mijn god, Ellet, ben jij dat? Help met me deze winkel. Je ziet er wat uit. Meneer Arctacus, kunt u ons vertellen wat bewijsstuk A precies is? Mijn uniform. En is dit uniform Broek het idee? Ja. En wat was precies uw relatie met de beklagen? Broek en ik waren minnaars. Wat? Ik heb verder geen vragen meer. Jullie waren minnaars? Zeker niet. Iemand van Delta nu zou nooit het man delen, een bed delen met een man in een string. Je zet ons zo dadelijk allemaal voor schut daar. Hé, de lachbare, ik verzoek om een korte schorsing. Oh, ik neem deze buiten wel even. En het wist jij van deze ramp? Ja, ramp, man. Dat is niet eens een kleine tegenslag. Ze hebben een motief, Emmet. Palet, wat is er aan de hand? Ja, El, ik moest je gewoon even bellen om je te bedanken. De Buk en Pets heeft gewerkt. Ik heb er dan wel zijn neus voor moeten breken. Maar daardoor zaten we wel samen 4,5 uur bij de eerste hulp. Nou, ik heb nog nooit zo romantisch meegemaakt. Wat geweldig, Palet. Ik zei toch dat de Buk en Pets altijd werkten. Behalve als hij hartstikke gay is, natuurlijk. Oh, ik moet gaan. Doeg. Doeg. Let eens op. Zag je dat? Zag ik wat? Wil het nog eens? Heel graag, ja. Kijk, Broek kan helemaal niks met Nikos hebben gehad. Ik deed net en toen 2 keer de Buk en Pets voor zijn neus en niks. Hij is, moet hartstikke gay zijn. Hij heeft een keer een cd van Cher bij me thuis laten liggen. Wacht even. Dus jij wil deze man uit de kast schoppen terwijl hij onder Ede staat? El, dat is volslagen belachelijk. We hebben een goede verdediging nodig, geen dansroutine. Dus jij zegt dat hij mij net heeft gepleegd. Maar als je het verkeerd hebt, lijken we wanhopig en homofobisch. Maar als je gelijk heeft... Ik weet het zeker. Daar, kijk daar. Kijk, zijn kleding is te duur. Kijk naar die spieren, dat figuur. Kijk naar die perfecte manicure. Die man is gay, bijna voor 2. Waarom is dat nou gefundeerd? Iemand die scheert een kleurtje smeert. Zo van de gesmarteerd. Die is niet gay, dus ik zeg nee. Komen de lijken zo uit de kast? Zijn ze praktijk zo ongepast? Veel parfum, waar is die gast? Het van de dillen, de dillen, de vree. Maar kijk naar die zachte, gladde huid. Kijk eens hoe strak zijn kleding sluit. Dan kom ik op 2 dingen uit. Dat zal mijn vrees zijn. Zal mijn vrees zijn? Hij kan gay. Hij is gay. Of Europees zijn. Hij kan Europees zijn. Of gay, wat is het verschil? Hij kan gay of Europees zijn. Ik hou me even stil. Daar gaat het opvoeden heel anders, waardoor iemand anders wordt. Daar dragen ze bij sport een glimmende S-starke short. Gay of buitenlander, verschil zit daar niet meer. Want de eenheid op de ander kussen allebei die keer. Hij kan Europees zijn, of gay, het valt niet mee. Fransen zijn naar mijn idee, altijd alle 2. Kijk, oké, of Europees zijn. Of daar, kijk daar. Kijk naar die kop, zo arrogant. De beide hand zie je het verband. Volslagen hetero, die gast, die is niet gay. Ik zeg, no way. Komen de lijken zo uit de kast? Zijn ze praktijk zo ongepast? Zo begrepen, dan is die gast. Meteen is weer een regeren. Veel ijs in de kruis. Zijn borsthaar is getrild. Daar gaat het opvoeden heel anders, dus gebeurt dat ongewild. Geen mens laat daarom tilt. Van een man met fantas of een kiel. Gay of juist exotisch, die grens is niet zo strak. Dat accent werkt dan erotisch, hij draagt schoenen met een hak. Huh? Hij kan Europees zijn, of gay, het staat hem vrij.
Architakos, deze vermeende verhouding met mevrouw Windham duurde ongeveer... 2 jaar. En uw naam was? Nikos. En het naam van uw vriendje was? Carlos. Oh, sorry, ik begreep u verkeerd. U zei vriendje, maar Carlos is gewoon een hele goede vriend. Jij gore klootzak! Ik lig niet meer voor jou. Mensen, ik heb u iets heel groots te vertellen. Laat hij nou geen Europees zijn. Als de buurkanten, ja. We kunnen ook de vrees zijn. Dus kom er iets uit de kant. Het moet echt maar een vlees zijn. Waar ik ook zo van hou. Ik zweer, meneertje, deed het nooit een keertje met een vrouw. Ken je limiet en travers niet? Ja, voor een glad geschoren wind. Ik ben streek. Nou, gisteren nog niet. Dus luister mee. Wij alle twee zijn geen Europeesters. Van het zwembad heeft gepakt. Ja, op Emmet. Emmet heeft Nikos gepakt. Ere wie ere toekomt. Ik deel deze overwinning met El. Op Emmet, en ik leg het bijna mijn bek niet uit, op El. Ja, op El. Want sinds wanneer zien wij een goed werkende gaydar als een gerechtelijke overwinning? Sinds we zonder die goed werkende gaydar hier geen champagne zouden drinken, maar totaal verzopen zouden zijn. El heeft meer inventiviteit aan de dag gelegd dan iemand van mijn staf dan ook. El vertrouwde op haar instinct. En dat maakt haar een goede advocaat. En al zijn we allemaal nog zo benieuwd naar het alibi, door het voor zich te houden laat ze zien dat ze het vertrouwen van de cliënt nooit zal breken. En dat maakt haar een geweldige advocaat. En het is meer dan ik van jou kan zeggen, Warner. Doe mij een koffie. Ja, maar we drinken champagne. Een zoekje en een bokje melk. En voor de rest, ga naar huis. Rust goed uit. Ik wil jullie morgen stuk voor stuk allemaal weer fris bij de les zien. En El, kan ik jou nog even spreken? Natuurlijk. Ik zie je zo, Emmet. Ja, is goed. Bedankt, Callahan, voor wat u zei. Dat betekende veel voor me. Je verdient het gewoon. Maar, alsjeblieft. Zeg het niet tegen de andere studenten. Ik heb een reputatie op tafel. Ik beloof het, ik zeg niks. Maar ik heb het zo op prijs gesteld om met u te mogen werken. Ik heb zoveel geleerd. Wat jij geleerd hebt, is het punt niet, El. Je hebt instinct. Vertrouw dat instinct. Is dit de enige reden voor die stage? Het was een feest om met je samen te werken. Je kent de deur naar buiten. Zo. Toch nog een beetje blond. Maar dat wordt een goede baan. Je hebt het verdiend. Warner, had ik een kop? Wat? Alles kan eindelijk in gepakt. Het is, zo voelt het, de hoogste tijd. Ga met wat rust naar mijn waardigheid. Ik moet hier weg en wel vlug. Ik heb veel geleerd, maar ben toegezakt. Al het kritiek dat verstomde gaf. Wie wist waar het me toen brengen zou? Naar huis terug. Thuis van de zee. Thuis van de zon. Thuis van niets dat belooft.
Hercule, de stagiair van het jaar. Dan voor je hun eigen goede raad, dat ik wat kon, heb jij hier gezien. Hé, wat nou? Kom je een keer op bezoek misschien, lijkt me fijn, maar ik spoel. Maar waar ga je heen, El? Het spijt me dat ik je zo achterlaat. Hoe komt dit nou? Goed beschouwd zat ik hier steeds afwoud. Jij bent van mij hier in leven houd. Kellem zat aan me. Hij heeft me gezoend en toen ontslagen. Het is wel duidelijk dat ik hier gewoon niet hoor. Nou, voor mijn hart. Ik spring uit mijn hart. Timing is wat flauw, maar het wordt tijd dat ik dit een keer zeg. Je mag niet bij me weg, omdat ik van je hou. Blijf je nou, want voor jou slaat mijn hart. Thuis wacht de zee, thuis wacht de zon, thuis wacht toen ik ooit begon. Nou en luister. Thuis aan het strand, links aan de hand, hou ik mijn mond. Je bent mijn punt zo voor mij. Wil je dichtbij, blijf dan tenminste voor mij. Mijn volgende set, red ik die met beter brood. Blijf dan voor mij. Mijn volgende set, red ik die met beter brood. Oh,
Oh, dat is bijna zo. Maar sla dit op. El kan jou helemaal niet vertegenwoordigen. Ze is nog maar een student. Edelachtbare. Dat kan wel. Volgens regel 3.3 van het wetboek van strafrecht mag een stagiair rechter, L-woord dus, een cliënt vertegenwoordigen in een rechtszaak. Als er een afgestudeerde student die daar een supervisie over heeft is, en die is er niet. Nou, die is er wel. Ik ben afgestudeerd en ik zou er graag de supervisie over hebben. Maar sla dit op, jij werkt voor mij, weet je nog? Niet meer. Ik werk nu voor mezelf. En weet je, ik kan tenminste met mijn tengels van mijn stagiair afblijven. Ik hoop dat je het leuk vond in de gevangenis. Dan zal je nog wel een tijdje zitten. Ja, dag hè. Je dacht toch niet dat ik je in de steek zou laten? Elwes, altijd hoor, altijd. Uw eerste getuige graag. Wij zoeken Chutney Windham op voor verhoor. Oh my god. Een TOP. Totaal oplof permanent. Mevrouw Windham, wat was uw relatie met de overledene? Hij was mijn vader. En u heeft de moord ook daadwerkelijk gezien? Nee, ik stond onder de douche. En toen ik daar onder vandaan kwam, stond Brooke bij zijn lichaam en zat onder de douche. Nou, dan kunnen we wel inpakken. Laat maar kletsen, El. U doet het geweldig. Kom op. Goed. Heeft u op de dag dat uw vader vermoord werd enige verdachte persoon in de bijzijn van uw woning gezien? In de douche? Nee, daarvoor. Ik zat bij de kapper om hem permanent te laten zetten. En toen ging u naar huis en ging u onder de douche? Ja, ik stond onder de douche. Edelachtbare, ik zou graag even naar de badkamer willen gaan. Had u dat niet beter vanmorgen kunnen doen? Nee, ik bedoel dat we met z'n allen even naar de badkamer gaan. Ja, waarom doen wij dat nou altijd? Ik bedoel dat we met alle aanwezigen hier even naar de plaats gaan waar de getuige zich onder de douche heeft bevonden. Nee, ik sta het niet toe. Komt tot een punt. Goed dan. Mevrouw Windham, u zei dat u op de dag van de moord een permanent liet zetten. Dit was dit de eerste keer? Nee, dat doe ik al sinds de middelbare school, zo'n 3 per jaar. Heel interessant. Mijn medewerker heeft vandaag toevallig zelf een permanent laten zetten. Bewijsstuk B, mevrouw Enid Hoeps. Mevrouw Windham, kunt u zeggen dat bewijsstuk B identiek is aan uw eigen permanent? Dat zie je toch? Goed dan. Dus, voor de laatste keer, u hoorde of zag het schroep niet, want u bevond zich... onder de douche. Dank u wel. Mevrouw Hoep, zou ik graag even deze emmer water over uw hoofd willen gooien? Nog Kees, een nieuw gezet permanent moet 48 uur droog blijven. Inderdaad, water deactiveert de ammoniumtrioglycolaat van het kapsel en verwoest daarmee de hele permanent. Dat is de basisregel van alle permanentdragers. Uw permanent is daarentegen nog volledig intact. Het kan dus onmogelijk zo zijn dat u die dag onder de douche heeft bevonden. Waarom zou u daarover liegen? Ik was... Waarom zou u liegen over het feit of u nou wel of niet het schot hoorde? Nee. Waarom? Denkt u nou echt dat ik het leuk vond dat ik ouder was dan mijn vader zich de aanwind? Het was helemaal niet mijn bedoeling mijn vader pijn te doen. Ik wilde hem niet doodschieten. Toen hij schoot, dacht ik dat Broek binnenkwam. Oh my god. Sluit die dame op. Dankjewel. Je hebt mij wat in kunnen laten zien. Dat wij wel samen kunnen zijn. Ach, Banner. Vivienne heeft je gedumpt, zeker? Oh. Deze vraag was mijn droom voor ons twee. Maar mijn antwoord is dankje, maar nee. Ik maak niet amper op weg meer rechtsom. Ik zag dat ik meer was dan dit. Ik heb die les ook al lijkt dat van jou geleerd. Dat ik doorkom toen ik je verloor, had ik zelf nooit verwacht. Maar ben zo ver gekomen en allemaal op.
maanden. Toen brak misschien mijn hart, maar gaf me zo een kans. Een hele nieuwe start, zo wees je mij de weg. En als ik echt probeer, is er nog zoveel meer. Geloof dat ik al val, ik neer mijn grens verleg. Geloof me als ik zeg, ik vind mijn eigen weg. William Shakespeare zei, blijf trouw aan uw hart zoals de nacht volgt op de dag. Zo vindt u uw eerlijkheid tegenover elke man. Ik ben van mening dat David dit citaat nog het meest laat op een vrouw. Een blonde vrouw. De afgelopen 3 jaar heeft zij mij en ons allen geleerd dat geloven in en vertrouwen op jezelf altijd inleidt. Dames en heren, de spreekster van het jaar, Elle Woods! Goedenavond, dames en heren. Elle die spreekt en haar toespraak is stop. Maar het is wat saai, dus ik leuk het wat op. Door te zeggen hoe alles verder ging. Hey, dit is nu gezinsadvocaat. Vivienne is nu vredesoldaat. Warner is nu model, draagt nog steeds die verlovingsring. Callahan ging vergeefs voor een zeteltje in de Senaat. En zijn vrouw wilde scheiden, dus Emmet met haar advocaat. En ik vind mijn eigen weg. Ik heb al een kind met kuil en nog geen onderweg. We zijn onlangs getrouwd en kochten snel een huis. Ik heb de salon verbouwd, kap mensen en kap honden nu. Wacht, neem een kaartje mee. Oeps, sorry, terug naar El. Bedankt in elk geval, de sceptici vooral. Want wat kritiek je geeft, is hoe je overleeft.